Nou, vandaag is wel een spannende dag, want er komen 3 Kamerleden van de VVD op werkbezoek. En die nemen ook nog 2 medewerkers mee. Dus er komen 5 mensen uit Den Haag nu naar Zeist. Nou, het programma vandaag bestaat dus uit 2 delen. Het eerste deel is jeugdzorg. En in het tweede deel gaat het over de arbeidsmarkt en WIGA. Vanuit de gemeente wilden we het graag hebben over de jeugdzorg. En we hebben de Kamerleden laten zien hoe goed de WIGA werkt. Zij praten daar dus over in de Tweede Kamer. En ze wilden graag weten hoe het in de praktijk werkt. Nou, wat ik het mooiste vind, is dat we rondgelopen hebben. En dan echt kunnen laten zien wat er hier allemaal gebeurt. Maar dat is natuurlijk alleen het stuk van de WIGA wat hier binnen gebeurt. In de beeld zijn heel veel mensen van de WIGA die in het groen werken. Of die ons gemeentehuis schoonmaken. Dus daar hebben we over verteld. Ik vond het een heel mooi werkbezoek en het belangrijkste voor ons is natuurlijk dat zij begrijpen wat er belangrijk is, hoe het werkt in de praktijk. Nou, dat hebben ze goed gehoord. En ik vind het zelf ook altijd wel interessant om dat toch ook nog een beetje te horen waar zij mee bezig zijn. Dus ik vond het een mooi werkbezoek.